Ik ben Joël. Ik ben Denise. Ik ben Monique. Ik ben Maudy en ik werk in het Sophia Kinderziekenhuis. Mijn dag in het Sophia Kinderziekenhuis ziet eruit. Ik begin morgen met de dagstart. Dus bespreek ik met de verpleegkundige wie er allemaal komt en wat er allemaal gaat gebeuren. Voor de patiënten, als ze dan daar bij de dokter zijn geweest, dan maak ik de afspraken. Daginfusie inplannen, ook kaas inplannen. Zodat alles zo goed mogelijk verloopt in het kinderziekenhuis. Om te werken achter bij ons bij de balie, dan moet je best wel sterk in je schoenen staan. Het is hard werken, maar de waardering is ja, dat is gewoon mooi. Het is zo leuk, kinderen zijn zo open. En om iets te kunnen doen voor de maatschappij, gewoon om ze te helpen, nou, is gewoon prachtig. We krijgen kaartjes, we krijgen tekenen, we krijgen ja, heel veel snoep, wat heel slecht is natuurlijk. En we houden van snoep, hè, niet te vergeten. Wij zorgen hier voor zieke kindjes en dat betekent van kinderen die net geboren zijn tot kinderen die bijna 18 jaar oud zijn. Wat mijn werk inhoudt is dat ik sowieso de beste zorg lever voor de kinderen die hier liggen. En dat gaat dan niet alleen om het geven van de voeding, het geven van de medicijnen. Maar we hebben vooral een heel erg oplettende rol en observerende rol. Wij zien ze immers de hele dag. En de arts komt natuurlijk een paar keer een moment langs. En dan is het heel belangrijk dat in die tussentijd dat wij heel goed kunnen zien wat er gebeurt met die kinderen. En dat je heel goed meedenkt in wat er misschien aan de hand zou kunnen zijn. En dat wij dat ook kunnen overdragen aan de artsen. Het mooiste van dit werk vind ik eigenlijk het werken met kinderen zelf. Kinderen zijn zo leuk, die zijn zo oprecht en zo puur. Die vertellen heel eerlijk wat er is. Als je een kind ziet lachen terwijl het ziek is, dat is eigenlijk het mooiste wat er is. De beste tip is denk ik dat als je je middelbare school hebt gedaan en je gaat daarna de verpleegkundeopleiding doen, dat je een dagje met ons mee kunt lopen. Dat vinden wij ook heel gezellig en ik laat graag zien wat we hier allemaal doen. Voedingsassistent houdt in dat de patiënten die de mogelijkheid hebben dat ze mogen eten, dat wij zorgen voor een maaltijd. Het begint natuurlijk 's morgens met het ontbijt, 's middags voor de lunch en wij bestellen ook het avondeten. Dat de patiënten, in dit geval de kinderen, wel een maaltijd nuttigen in de avond. Het gaat veel verder dan alleen maar eten geven natuurlijk. Probeer ze op zijn gemak te stellen. Probeer ze wel de ouders vooral ook te woord te staan. En of je nog iets voor hun kunt betekenen. Want als een ouder niet bij hun kind vandaan wil, dan zorgen we ook dat die ouders natuurlijk een ontbijt of een lunch krijgen. Het leukste aan je werk is dat kinderen dankbaar zijn. De een doet het met een tekening, de ander is met een omhelzing. We danken dat het dankbaar werk blijft. Ik ben consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. En dat houdt in dat ik hier in het ziekenhuis lesgeef aan kinderen die hier langdurig zijn opgenomen. Maar ook dat ik contact heb met ouders en scholen van kinderen die ziek zijn. Om te kijken hoe die kinderen toch zo goed mogelijk onderwijs kunnen volgen. Het leukste aan mijn werk vind ik lesgeven aan de kinderen. Het is heel mooi om in de situatie waarin ze zitten, dat ze ziek zijn, om ja, ze te kunnen helpen met hun schoolwerk, wat ze vaak eigenlijk heel fijn vinden. Ja, dus om even het ziek zijn te vergeten ook. Ik heb nog een tip voor de kinderen die misschien zieke klasgenoten hebben. Het is ontzettend fijn om contact te houden. Dus neem contact op, stuur post. Dat is altijd heel erg leuk, want dan kunnen ze hier in het ziekenhuis ook hun kamer gelijk gezellig meemaken. Maar hou contact, want dat is heel erg fijn en heel belangrijk.